Brasserie Sonijs is een moderne eetgelegenheid aan de Schouwburgplein in Hengelo. Het bedrijf werkt sinds september 2014 samen met JP van der Bent Stichting. Samen bieden ze werkplekken aan voor cliënten met een beperking. Ik ben hier goed 6 jaar geleden begonnen met Brasserie Sonijs. En vanaf dag 1 was mijn intentie al om, als de tijd er rijp voor is, iets met sociaal-maatschappelijk ondernemen te gaan doen. Voor ons was het ook een mooie manier om tijdens de lunch open te gaan. Iets wat ik eigenlijk vind dat noodzakelijk is voor een bedrijf als Sonijs. Medewerkers vinden het erg leuk om een mooie plek en zinvol bezig te zijn, meer te doen in de maatschappij. En wij krijgen van onze gasten erg veel en heel erg leuke reacties terug. Dat ze het leuk vinden, dat ze door de medewerkers worden geholpen, dat ze het goed vinden dat wij die samenwerking zijn aangegaan. De JP van der Bent Stichting heeft in Hengelo 3 werkplekken bij bedrijven waar mensen met een beperking ervaring kunnen opdoen. Wij zijn 8 jaar geleden begonnen omdat wij cliënten in zorg hadden die aangaven heel graag in de horeca te willen werken. En sinds 3 jaar hier bij Brasserie Sonijs. Medewerkers hebben niet alleen een zinvolle dagbesteding. Het doel is ook om mensen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Jij bent ook met certificering bezig? Zeker. Waar ben je op dit moment mee bezig? Het indekken noemen we dat. Of de tafel en dekken, uitserveren, leren met 4-bodden loop en 3-bodden loop. Er zijn wel punten waar ik wil graag wil leren, maar dan zijn dat weer punten om meer te nemen voor het uitstromen, zeg maar. Ik ben al bezig met leren voor een hoger segment, maar dan toch wel wat luxe. Iets meer, toch wat ik 7 jaar geleden deed. Vooraf indekken, mensen uitnodigen om te eten en dan luxere gerechten. En zelfstandiger, denk ik. En zelfstandig, veel verstandiger, zeker. Bij Brasserie Sonijs werken de medewerkers in de keuken en achter de bar. Ze nemen bestellingen op, maken schoon en bereiden de broodjes. Degenen die komen werken hebben ook affiniteit met de horeca. Dus we weten al, de meesten kunnen wel snijden of een kopje thee zetten. Of die weten hoe het in de keuken gaat. Degenen die dat niet gedaan hebben, daar hebben we een leerwerktraject voor. Dat heet werkportfolio. Wat doe je hier, waardoor je het leuk vindt? Ik werk normaal in de bediening. Ramon werkt normaal meer in de bediening. In de keuken doen we nog niet echt, omdat dat ook soms te veel dingen zijn. En uiteraard dan één dagje bar. En de bar vind je ook leuk? Jawel. Jawel? Ja. En wat vind je het leukste, bediening of bar? Bar. Bar. Iedereen werkt goed op complimenten. Als iemand in een negatief gaat zitten, dan creëer je ook een negatieve sfeer, dus je kunt beter in het positief zitten, waardoor je ook meer open gaat staan om dingen te leren. Wat zijn de hoogtepunten? Het is geweldig als het, zeker als het een wat drukkere dag is geweest, en als we dan om 3:30, 4 uur naar huis ingaan en dan echt helemaal rechtop komen en zeggen: Robin, het was mooi druk vandaag, hè? Het ging hartstikke goed, hè? Ah, dat is geweldig.